allemaal. Wij gaan nu, het is een nieuwe dag en wij gaan nu naar een IT-bedrijf. Op een bezoek van een bedrijf gaan we bekijken. Dan krijgen we een rondleiding. Dus dat is heel interessant. Nou, ik ben een beetje netjes gekleed vandaag. Een wit t-shirt en dan was de dresscode en deze bloemenrok. Zo. Okay, so during waiting for someone, okay, we just have a chat and then you can know each other, okay? Okay. We have lunch in here. The staff can eat in here or bring it to the table or meeting room to eat. There's fruit for our staff. Every day we have fruit in the morning for them to get some vitamin C. You want some? We also offer the meal, the coffee, some tea for our staff. Mm-hmm. They can have a take a break. It will be okay. CBO of zo. Kijk, CBO. Dat is altijd mooi hoor. We zijn nu terug in het hotel van onze rondleiding en presentatie over het bedrijf. Dat is heel interessant, het was een IT-bedrijf. Dus dat was helemaal interessant voor mij, omdat ik zelf ook programmeer. En we kregen een rondleiding, konden vragen stellen. Het was echt een leuke bedrijfssfeer, zo'n echt leuke activiteiten met de medewerkers. Elk jaar teamuitje. Echt een leuke sfeer was het. En weet je wat wel grappig is? Dat we hebben zo nog een... over de cultuurles, we hebben ze op school les. Maar wat al iemand vertelde is dat je tijdens werk, hebben ze een altijd in de middag na de pauze, dat ze een uurtje gaan nap doen. Dus even een dutje gaan doen, slapen. Dus ze gaan dan echt liggen op een matras en dan gaan ze dan slapen. Dus dat ga ik waarschijnlijk ook moeten doen. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Het is wel echt een andere cultuur. Maar wel heel interessant om allemaal te zien en hoe dat is. We zitten nu in een restaurantje naast ons hotel. Wij zijn aan het proberen of het goed is. Het had 4 reviews op Google. So. We gaan dat morgen of later wel zien of het goed was. Ik ben heel benieuwd. Dus we zijn nu aan het maken voor ons. Oké, wat? Nee, pak chopsticks. Gaan die hygiënisch zijn? Dat bestek ik raak je aan mijn mond, de chopsticks niet. Is dat het? Ja. Maar dit was ook niet op dubbel. Ik heb het net schoongemaakt. Dit is wel zo lekker. Ah. Die saus is echt lekker. Ik steek nog wel naar. Ik woon hiernaast, dus als ziek worden kunnen we ze makkelijk aanvragen. Alles kost amper 3,5 euro. Ik ga even meer handgel kopen, by the way. Dat is bijna op. We zijn nu in de klas, in de les. En we hebben onze Vietnamese Culture Discovery Class. En we hebben Ka, Queen. Nee, Queen is not here. Ka, Bin, everyone, Jamie, Bursu, and this is the teacher of today. We pronounce it like this thing, like a young, Aye. Like a youth. 3, 2, 1. How is it? Yeah? Okay. You change your mind, why things do? Yeah, what was this? We zijn terug van de Vietnamese culture class en het was heel interessant. We hebben geleerd over de cultuur van Vietnam, hoe hun leven, wat hun gewoontes zijn. Goed!
jullie me horen, by the way. Ik ga even naar boven. En morgen hebben we dus Vietnamese les. En we gaan trouwens na het eten nog naar het strand. Maar het was echt heel erg interessant, deze lessen. Ik vond het echt heel erg leuk om te horen, ja, hoe mensen leven bijvoorbeeld in Hanoi, Ho Chi Minh City en Da Nang. Spreekt ze ook een ander dialect, zoals eigenlijk in België, maar ook een beetje in Nederland. En daarnaast, zeg maar, sommige families zijn heel traditioneel en andere weer niet. Dus in sommige families kan je niet met een buitenlander trouwen bijvoorbeeld. Maar in andere plekken zoals Ho Chi Minh City kan dat weer sneller. Het is best wel interessant om die dingen te horen. En nu gaan we dus wat eten. Hi, we are eating pho. 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 You want? Pho. Is this inside of you? Yes. Chicken, beef, yummy. We maken nu een wandeling langs de rivier. Zoals je hier achter me kunt zien, dat is echt heel cool. Ik vind het echt gaaf. Al die lichtjes, helemaal leuk. Ik vind het leuker in het donker, maar imagine als je hier dan een date hebt of zo. Dat lijkt me echt fucking echt romantisch. Ik voel dat ook. Maar oké, we hebben net echt mooi gewandeld en nu hebben we wat drinken gehaald. En ik heb een passionfruit aloe vera drankje. Dus ik ben heel benieuwd. We zijn nu aan het chillen bij een brug. Bevka. En about this. Ice cream. This is from Korea. Yeah, the famous Korean ice cream, you know. Yeah, and it's like a green tea with red bean. The first. The first. So let's try. Jongens, ik ga slapen. Slaap wel. Ja, jij loopt hier gewoon te bellen in mijn kamer. Het is 1 uur 's nachts weer, jongens. Het is weer elke dag veel te laat. Ja, man. Maar als stages ga ik echt niet zo laat slapen. Ik besef niet dat ik dat heb, man. Ik kan niet. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe dag. Het is nu 9:05. En ik ga nu naar de lobby, want we gaan weer naar school. Want we hebben Vietnamese les. Ik ben oprecht echt super moe. Ik ga veel te laat slapen. Ik sliep om 2 uur, terwijl ik tegen mezelf zeg 12 uur. Maar dan zit ik weer te chillen met Borsu hier op de kamer. Ja, je weet hoe dat gaat. Dus nu ga ik snel weer naar beneden. Ik pak mijn eten, mijn mango en ja, ik ga naar de les. Toi. Xin ciao. Ciao. I'm Mila. Van Ten Chi Queen. Toi dancer Halan. Woo! Toi dancer B. Xin ciao. Toi Lenda Mila. Van Ten Rashi Ciao Jimmy. Toi dancer B. Halan. Halan. Van Kong Ken. Van Kong Ken. Van Kong Ken. What? What? I need a pic. I need a video of my friend. And can you show the bami? No, I cannot. Show. And open it. Yeah, then everything falls out. Ja, maar een beetje openen. Ik ben er echt ingezoomd. Hier? Lekker vleesje. Dit is bami beef. It's your favorite place? I don't think so, because she's eating something else. Let's eat the food. Ja, jongens, ik ben helemaal ziek. Ik weet niet wat. Oh god, ik ben ook heel lelijk. Oh my god, guys. Ik ben echt ziek. Ik heb echt buikpijn. Oh, ik kan niet meer. Mijn buik gaat zo tekeer alsof ik een baby heb die zich aanschoot. Hè, maar hoe kan ik dit hebben? Ik heb die kip met rijst, maar dat is niet, want jij bent niet, heb jij, maar ik heb wel meer kip gegeten dan jij. Maar ja, dat had ik toch wel gevoeld. Hallo allemaal, nou ik zit nu in de auto. Je zult niet geloven, ik heb 2 keer gekotst vandaag. Maar oké, ik zie er nu weer normaal uit. Beetje bleek, hè, ja. Maar ja, er zijn nu allemaal mensen die nieuw zijn en die ken ik niet. Ik dacht, ja, ik wil wel even mensen ontmoeten. En als ik me dan niet goed voel, ga ik gewoon terug naar het hotel. Maar ik wil gewoon even dat mensen gezichten zien. En ja, dus nu gaan we wat eten met z'n allen. Ik denk niet, ik heb heel de hele dag niet gegeten, maar alles ging er weer uit wat ik innam. Maar ik ga gewoon zitten daar, ik zie wel. Ik heb al een betere performance. En ja, ik neem jullie weer mee. Dus ik ben benieuwd, ik hoop echt dat ik niet weer ga kotsen ofzo. Maar we will see. So let's go to the restaurant. Yay!
Hi all, we are now waiting for our dinner and waiting for our coaches. There is like a photographer and a karaoke bar and it's so amazing, right? Yeah. Look at this. New Year party. Oh my god. Oké, jongens, we gaan dus nu lekker eten. Nou, lekker eten. Ik zeg maar wel, maar je mag niet eten. Oh my god. Want ik heb net even mooie foto's gemaakt van Instagram, you know. En ik ga lekker toe kijken hoe mensen aan het eten zijn. Yes! Ah, you look so pretty. Hello, I am a queen. And look how pretty she is. Oh my god. Look at this dress. Can I film you? Wow. So pretty. And your makeup. It's amazing. Yeah, a little bit makeup. Yeah, it's so beautiful. And now we have New Year's dinner, right? Yeah, now we have the end of the year party. Welcome all of guests to our party, which EPD Education Global organized. Dus ik ben hier meegegaan. Maar we gaan vrijdag weer uit. Dus dat maakt niet zoveel uit. Het was echt super leuk. Echt gezellig. Echt leuk om die cultuur zo te zien. En ze houden echt van karaoke. En ik ook. Dus dat vind ik echt super leuk. Ja, het gaat wel wat beter met mijn maag. Alleen ik heb eigenlijk alleen maar groenten en rijst gegeten. Maar ik ben van plan om even een tijdje vegetarisch te eten. Ik ben een beetje bang voor mijn maag namelijk. Maar ja, ik ga nu slapen. Want ik heb morgen introductie op mijn stage. Dat duurt niet heel lang. En daarna ga ik door naar de dansles. En daarna ga ik even uitrusten. Dus ik zie jullie morgen weer. Slaap lekker. Goedemorgen. Ik ben nu onderweg naar mijn stage. En ik heb dus een introductie. Dus dat duurt niet heel lang. Denk ik. Ik hoop het. Daarna ga ik naar de dansles. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ben nu op mijn stage. Ik ben aan het wachten. Want ik ben 10 minuten te vroeg en ze zijn nog in een meeting. En dan komen ze zo. En dit is vooral een introductie, want volgende week maandag ga ik beginnen met de andere stagiairs. Ik ben net op stage geweest en ja, ik had meteen een hele goede sfeer. Ik ga werken ja, met mensen die dat niet kennen, is het er niet interessant. Maar ik ga werken met React Native en TypeScript. Dat is wel heel fijn, want ik ken dat ook wel en ik heb dat wel geleerd. Dus ik word er alleen maar beter in. En ja, ik kwam zo langs en ik moest mezelf voorstellen. Aan iedereen, maar echt 30 man. Dus ik had mezelf voorgesteld en ze begonnen allemaal te klappen. Dat vond ik heel grappig. En dat was heel leuk. En nu ga ik onderweg naar dansles. Dus daar heb ik ook zin in. Zo, ik ben nu bij de dansles. Dit is mijn outfit. En ja, nu ga ik beginnen. Zo, ik ga pho eten. Of pho, ja, ik weet niet hoe het uitspringt nog. Ik had net dansles, dat was echt super leuk. Ik ga dat 2 keer per week doen, ik vond het echt leuk. En het is echt goedkoop, 5 euro voor een les, nou dat is niks. En nu, kijk hoe leuk het eruit ziet. Ik zit dus hier, super chill, vlakbij die dansschool. En dat is echt tussen mijn stage en de dansschool in. Nee, het is echt vlakbij die dansschool. Super leuk, en dan ga ik nu eten.
pho. Super lekker. Goedemorgen, dit is weer een nieuwe dag. Gisteren heb ik lekker gewerkt in dat cafeetje. Daarna ben ik nog gaan wandelen. Dat was echt super leuk. En nu heb ik een kookles. Dus ik ga leren Vietnamees koken. Daar heb ik heel veel zin in. Gelukkig voel ik me echt al veel beter. Dus ik kan het allemaal aan. En ik ga jullie weer meenemen en een beetje filmen en zo. Hoe dat gaat. Dus ik heb er heel veel zin in. We gaan beginnen. En er komen nog twee mensen uit Korea. Die hebben ook een kookles geboekt. Dus heel leuk. Eerste ronde. Voor mi kwang. Rice noodle. Ribs. Seul. Shrimp. Pork meat. Bichigugi. Okay. This one, kwai wei. Yeah. Look like pa. Young pa. What is this? Root one. It's a chai. Chai inside. Make sure it's not burnt. Something, okay? Can you see and name it? So, it got muối, shrimp, carrot, onion, meat, pork, meat, rice noodle, exactly, and mushrooms. Try what mushroom? Mushroom, yeah. Fungus mushroom. Okay. Yeah. Okay. Yangpa, onion, and the white one. It's the white one. What is that? Torang. Ah, torang. What's that? That is like taro. 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 Stick all together. Yeah. And here we just season with three things: chicken stock. Yeah. Sogum, salt, and black pepper. Okay. Okay. And now I show you how to make it. So egg white. Okay. Here, one corner. Make it soft. Look like glue. Okay. Stick together. Then, okay, you add just one spoon. Don't add too much. It's good break, okay? One spoon only. Here, at the opposite side, and then you roll two times. One, two, okay? And don't forget to fold it like this, and then continue to do it until at the end. So here it can stick, okay? And you can see. Oh, yeah. Okay, look like this. Yes. Ta-da! Okay. Goedenavond allemaal. Ik ben al een tijdje terug van het koken. Het was echt heel erg leuk en heel erg lekker. En ik vond het ook best wel persoonlijk en leuk en een gezellige sfeer. Ik heb daarna gewoon geslapen eigenlijk. En gechilled in mijn kamer. Video geëdit van mijn broer. Ik heb in mijn scrapbook gewerkt. Gewoon gechilled in mijn kamer. Want nu ga ik uit. En dan gaat het natuurlijk een lange nacht worden. Dus ik heb het opgemaakt. Ik ben helemaal klaar. Ik laat even mijn outfit zien. Dat is eigenlijk gewoon een zwart jurkje. Ik heb mijn camera niet mee, want... ik vind dat niet echt chill met uitgaan. Maar ik ga wel gewoon filmpjes maken van het uitgaan. Dus die edit ik erin. Het wordt in ieder geval een hele leuke avond. Ik heb er heel veel zin in. En ik zie jullie morgen. Doei! Doeg! All of my drivers are currently coming. We have a bar and a sauna. My humans are tired. I love the same ambition. And my little black hair and the shit is sitting. Just a heartbroken bitch. I'm missing. Sitting at the back of the drive now. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag en gisteravond was heel erg leuk. We
We hebben heel erg lekker gegeten. Korean, ik had tteokbokki gegeten. Dat was de eerste keer dat ik dat eigenlijk had gegeten. Want in Nederland smaakt het wel totaal anders. Hier was het lekker zo zacht. Ik had met kaas, tteokbokki met kaas. Of tteokbokki, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Dus dat was heel erg lekker. Dan zijn we karaoke gaan doen. Je was echt heel erg leuk. Want ik hou heel erg veel van karaoke. Ik vind dat, ja, ik hou echt van zingen. Ik kan echt niet zingen, maar ik vind dat echt leuk om te doen. Want ik heb heel veel favoriete liedjes. En dat was zo'n kamer. Was helemaal een gouden kamer met allemaal spiegels en zo. Dus dat was heel cool. En daarna ben ik nog wat gaan drinken. En toen ben ik teruggegaan naar het hotel. We zijn niet uitgegaan, maar dat was wel echt een hele leuke avond. Vandaag ga ik naar Hoi An. En daar komt een aparte video over. Dus bij deze ga ik de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer hopelijk bij een nieuwe video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden, want er komen nog heel veel vlogs aan. Nou, tot volgende week. Doeg!